First Lady Ingrid Boutersen-Waldering heeft een boot met buitenboordmotor geschonken aan het commissariaat van het Boven-Suriname-gebied. In de marge van het oriëntatiebezoek van het ministeriële delegatie aan het Boven-Suriname-gebied werd de overhandiging namens de First Lady gedaan door minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Ik vergeet niet deze, ik ben daar, mijn brie, assembleelid Afonsoatu. Dat bij kruisen liever dat we met dat migado deze wapina jaman amatak ayef wap tukoto uka sa safa atrep dan te amano frere mosuk de tukoto en woji tube uit een bord motor tu dus onoji ete sa ibe sambe pramisi udaaf pasik ba matei daaf pasi ayo meka pasi kontak einde tu. First Lady Ingrid Boutersen-Waldering heeft zich gecommitteerd aan verschillende sociale projecten die zich voornamelijk richten op onderwijs, vrouwen, kinderen en seniorenburgers in de buitengebieden. Volgens minister Antoine Elias zijn de boot en de buitenboordmotor slechts een deel van wat er nog zal worden aangeschaft. De vrouwenorganisaties hebben ook een duw in de rug gekregen van First Lady Ingrid Boutersen-Waldering. NDP-DNA-lid Sylvana Afonsoa die maakt ook deel uit van deze delegatie. Zij draagt de vrouwenorganisaties van het Boven-Suriname-gebied een warm hart toe. Er is daarom ook een speciale kroeto belegd met de vrouwen uit het gebied. De vrouwenorganisaties zijn eigenlijk de moeder in de dorpen hier in het binnenland. Die vrouwen bundelen ze. Als u zich nog kunt heugen, toen wat stroom moest plaatsen hier te Pokkiegroen, hebben de vrouwenorganisaties betaald voor meters voor alle huizen. Zo machtig kunnen de vrouwenorganisaties, dus zo machtig zijn ze en ze kunnen heel goed samenwerken met elkaar. En wil je een community tot ontwikkeling brengen, dan moet je ze geen vis geven, maar geef ze een hengel. En ik ben altijd ervan overtuigd dat we de mensen hengels kunnen geven, zodat ze hun vissen vangen. En dan waarderen ze het beter. En we kunnen hier niet ieder accommoderen in, binnen de overheid. Dus we moeten mogelijkheden creëren voor de mensen om hun zakcenten te verdienen. Want de mensen zijn heel creatief hoor. En zijn hardwerkende mensen.